Hallo, good morning. Ik sta hier met een rugzakje aan. Ik heb wat rugzakje aan, omdat wij dadelijk gaan buiten gaan. Ik sta eigenlijk al in onze garage. Er staat onze auto. En we gaan dadelijk een wandeling gaan maken. Hier vlak bij ons huis is er nu pas een nieuwe geocache-wandeling uitgekomen. En dat kunnen we natuurlijk niet aan ons laten voorbij gaan. Dus wij gaan straks of dadelijk al een mooie geocache-wandeling gaan maken. In ons rugzakje zitten we een beetje drinken. Rihanna die was eventjes nog bij onze tokkies. Is alles in orde? Water gaan bijvullen, ja, alles is in orde. Daar is allemaal buiten, van het trapje nog. Alles nog eten? Alles was oké. Alles in orde? Oké, toppie. We lopen nu al een uurtje hier in het bos. Ja. En hoeveel kastjes hebben we al gevonden? Dat kan je niet normaal doen. Ik denk dat we nu onze 11ste hebben, denk ik, van de 17. 11 van de 17? Ja. Zijn we goed bezig, hè? Nog 6 te gaan. Ja, dat hebben dan, de eerste. En op bonus. Waren we trouwens als eerste die dat eigenlijk gevonden? Want het was een nieuwe reeks, zoals ik straks heb verteld. Intussen hebben we al een paar mensen tegengekomen. Ja. Ja, dus we zijn ze omgekeerd aan het doen. Ja, we hadden 3 keer de eerste. Ja. Dan hadden we nog eens 2 keer de tweede. En dan ook nog eens nu net 1 keer de derde. Wat zeg je? Gemakkelijk, ja, hè? En ik moet het wel zeggen, we waren net nog een keer eventjes in groep. Ja. En ik had hem gevonden. Die mensen waren dus wel met eigen 8. En wij waren ook nog eens bij, maar we hebben goed afstand gehouden. En ja, ik had hem gevonden. En een keer daarvoor kwamen we ook nog een keer 2 mensen tegen. En toen had ik hem ook gevonden. Dus Twin heeft al bijna alles gevonden. Je hebt deze reeks al niks gevonden. Ze heeft gewoon alles gevonden. Ze is super goed vandaag. Ik weet ook niet hoe het komt, maar ja, ze is goed bezig. Ja. Ik kijk gewoon heel goed. En ik visualiseer waar het wat de cache zou kunnen zijn. Of waar jij denkt hoe de legger zou denken. Oh, dat is een goede methode. Werkt. Alright. Ja. Hoeveel meter nog tot de volgende? 105 meter. Hij is benieuwd of je hem deze keer ook weer vindt. Net hebben we weer een geocache gedaan en alweer heeft Janine hem gevonden. Dus de grote winnaar van vandaag is Janine. Het is geen competitie, want we hebben een gezamenlijk account. Dus alle puntjes zijn ook voor mij. Maar ik moet wel zeggen, jij hebt echt wel beter jouw best gedaan dan ik. Ja. Of je hebt je gewoon beter gevonden. Ik heb wel ook wel echt mijn best gedaan. Ja. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk de laatste caches een beetje minder goed mijn best gedaan. Want ik ben honger aan het krijgen. Ik ook. En dan gaat zo bij mij zo hard, zo mijn energielevel zo boep. En dat is nu zo'n beetje aan het gebeuren. Maar we moeten er nog maar 2 vinden. En dan kunnen we naar huis. En kunnen we beginnen aan ons avondeten. Kies jij een restaurantje uit? Ja, dat zou gemakkelijk zijn. Of gaan we gewoon thuis weer al moeten eten? Ja. Het zal thuis worden, hè? Ja. En nu verlaten we het bos. We zijn terug aan de grote mensenweg. Kijk goed links, kijk goed rechts en nog een keer. En wat steek maar over. Een clown en een acrobaat, nee? Ja? Ik realiseer me net dat ik net rechts en links keek in plaats van omgekeerd. Ja. Kijk links, kijk rechts en nog een keer als je oversteken moet. In ieder geval hebben we dus onze geocache-wandeling helemaal gedaan. Ik ben wel blij dat het achter de rug is. We hebben toch wel bijna 10 kilometer gelopen. Het was een hele lange wandeling, het waren moeilijke cache's. En moeilijk ook om te wandelen, want het zat allemaal in los zand. Ja. Dus dat maakt het was de moeite. Het was echt de moeite. Nu heb ik echt mega veel honger. En we gaan dat regelen. Wat we gaan eten, wat wil je eten? Gewoon, iets dat snel gaat. Nee? Het is mooi weer, misschien kunnen we wel barbecuen. Ja. Wie zei er dat wij gingen barbecuen? Nu gaan we het toch niet doen. Nee, we gaan iets rapper klaarmaken. We gaan courgette klaarmaken, dus courgette spaghetti. Met Adriano een vleesje daar in de pan, een kippenfiletje. Bij mij wordt het een groenteburger in de oven. Ja, die bijna gaat op mogen, hè. En daar heb ik ook nog wat tomatensaus. Lekker, gezond en gemakkelijk. En heel snel klaar. We hebben heel lekker gegeten. Opnieuw de courgette. En het is hier donker. Ik heb na het eten nog wat televisie gekeken, terwijl jij nou in de slaapkamer zit. Het is hier allemaal donker. Ik denk dat ik ergens licht moet aan doen. Dat is beter, hè. Ik heb net zo'n beetje in de living nog aan de televisie gekeken. Terwijl jij in de slaapkamer nog een boekje aan het lezen is. Zo flink van jou. Een boekje lezen. Een boek, een serieus boek. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n dik boek gelezen, hoor. Zo'n dik boek? Nee, ik heb nog nooit zo'n dik boek gelezen. Ik ben ook wel bijna aan het eind. Dus dat is wel bijna gedaan. Ja, en dus ook was jij nog steeds terwijl een beetje aan het lezen geweest. Terwijl ik hier. Maar ik vind het kei gezellig, want dat is een nachtlampje. Ik ben echt heel erg blij mee. Echt. Een goede koop. Janine is blij van een nachtlampje. Ja. Je moet dat soms niet zijn, hè? Nee, op een gegeven moment kom je op een bepaalde leeftijd in je leven dat je blij bent met de praktische dingen. Dus even een duimpje omhoog als je dat begrijpt.
Als je zodanig rijk en royaal leeft, dan geniet je ook wel eens van de kleine dingen het leven. Ja, toch wel. Ik moet wel zeggen, ik merk het wel nu dat ik vandaag zoveel heb gewandeld. Zeker omdat het heel moeilijk was op het zand. Ja, het was een serieuze wandeling. Het was een stevige wandeling. Maar het was goed, hè? Het was leuk. Het was tof. We hebben wel best wat moe geworden nu. Dus nu 10:30. En ik denk dat ik bij jou bij een bedje kom. Wel, ik ga mijn boekje nog uitlezen. En dan, Moet jij maar proberen nog wat te concentreren terwijl ik hier, hier lig lawaai te maken. Maar wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe vlog. Ciao, ciao. Salut. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.